We hebben nu nog steeds, dankzij hem, dat we 365 dagen hebben in onze kalender. Dat we juli nog steeds naar hem noemen. Hij was de eerste in het Westen die zijn portret op munten sloeg. Dat Willem-Alexander op munten slaat, gaat eigenlijk tot die traditie terug. Maar hij was ook, en dat is de keerzijde van Caesar, de man die de term dictator, zoals we die nu gebruikten, echt de invulling gaf zoals die is. Dus echt de alleenheerser. En hij is de man die zelf claimde dat hij in de Lage Landen 430.000 Germanen had uitgeroeid. Compleet met vrouwen en kinderen. Voor de tentoonstelling over Julius Caesar in het Hartmuseum Amsterdam schreef Leidenaar Tom Buitendorp een nieuw boek met wandeltochten door Leiden en gebieden in Nederland waar Caesar is geweest. Lezers kunnen in het boek echt op pad gaan met Caesar. Dus ze kunnen enerzijds in het museum kijken van hoe zag Caesar eruit. Maar ze kunnen ook echt gaan wandelen in heel vaak hele mooie natuurgebieden. Dat maakt Caesar veel dichterbij dan vroeger. Tot voor kort was het iemand die uit Rome kwam en ver weg. Maar hij is dus eigenlijk ook heel dichtbij. De tijdgenoten zeggen ook wel dat hij ook in het noorden vocht omdat hij goud nodig had om zijn schulden af te lossen. En het aardige is dat we zien dat de gouden muntslag in dit gebied door de lokale bevolking inderdaad stopt als Caesar weg is. En hier op de expositie ligt ook een gouden munt die door Caesar is geslagen en waarvan onderzoekers zeggen dat hij waarschijnlijk is geslagen uit het goud wat hij hier uit het noorden heeft meegenomen. En hij heeft heel veel van die munten geslagen.